ik zie hier dat jij een prognose hebt van Linda de Mol. Is Linda dat echt de waar? Mol, Linda de Mol, ja. Heb jij dat echt? Daar heb ik echt face gesproken. Face to face mee gesproken. Face to face. Dag Linda. Hoe is het? Hallo. Kom, nou, ik geef je keurig een handje. Ja. Ik doe nog niet heel veel om zijn gewoonte. We kussen niet 3 keer. Nog niet, hè? Nog niet. Nog niet. Maar ik zag je wel neuzen met iemand hier vanavond. Wil je geneusd worden? Graag. Ik ben er klaar voor. Jij ook? Heb je al eens geneusd? Nee. Ik heb nog nooit geneusd en zeker niet met Linda de Mol. Dus ik mag je opneuzen? Graag. Nog maar. Nou. Ja, kom, dan gaan we. Nou, ik vind hem wel leuk hoor. Dat is wel wat, hè? Ja. Ik wel eigenlijk. Ja, dat vind ik wel wat hebben hoor. Gaat het nog goed met je huwelijk? Prima. Ja? Ja, ik lees in die Duitse bladen. Allemaal onzin. Ja, ik goh, gaat het wel goed met de huwelijk? Ja, dat interesseert me. Ja, dat verbaast mij ook hoor, maar ik vraag het toch maar even. Ja, nee, dat gaat goed. Gaat het goed? Ja. Die vrouwen die hebben het er tegenwoordig alsmaar over van die voetballers zijn zo sexy en zo. Nou, sommige voetballers zijn best sexy, ja. Dan zeggen ze van, ja, hij heeft zo'n lekker kontje, dit en dat, weet je wel. Ja, dat ben ik, toch? Nou, laat ik nou eens aan jou vragen, jouw top 3 qua sexy voetballer. Nou, John de Wolf staat dus voor me. Het is geen Ajax-ziet. Ik vind eigenlijk hoort hij bij Ajax te spelen. Ja. Maar die vind ik wel sexy. Tikkie ordinair, maar wel sexy. Nou, staat hij op 3? Nee, op 1. John de Wolf op 1? Dat is verrassend hoor. Dat is helemaal niet verrassend. Zegt John. Nou, ja, het is een beetje dat haar en zo, en ik vind zijn kleren ook niet zo, maar hij heeft hele mooie ogen. Ja. En wel een soort sexy uitstraling. Hij heeft mooie ogen en een sexy uitstraling. John de Wolf op 1. Mm-hmm. In de top 3 van Linda de Mol. Wie staat er op 2? Marco van Basten. En die voetbalt niet meer zo, maar die vind ik wel leuk. Nou. Ja, vanwege wat? Nou, ik ken hem een beetje. Ja. Niet zo goed, maar ik ken Mark al. Toen hij 18 was, heb ik hem in Mallorca een keer gezien in de disco. Dat was op vakantie met mijn vriendinnen. Toen is Marco liederlijk dronken geworden op mijn verjaardag. Wat een verhaal zeg. Ja, dat weet hij misschien helemaal niet eens meer. Nee, ik denk het niet. En toen zou hij de volgende dag komen helpen opruimen, maar dat heeft hij nooit gedaan. Maar goed, even over het uiterlijk van Marco. Wat bevalt jou aan het uiterlijk van Marco dan? Ja, het is niet zozeer zijn uiterlijk, het is meer dat Marco een nogal intelligente indruk maakt. Dat vind ik ook sexy. Dat zeg je nogal. Maakt, zeg je. Ja, ik weet niet of die is, maar hij maakt een intelligente indruk. Hij maakt zijn zinnen af en zo. En dat spreekt jou wel aan? Dat spreekt mij wel aan. Een voetballer die zijn zinnen afmaakt. Voetballers zeggen altijd als ze uitgesproken zijn, dus wat dat betreft, dan houden ze op. En Marco maakt zijn zinnen af. Hoe gaat Marco dan doen? Ja, dat weet ik niet, maar die zet gewoon een punt achter een zin. Marco van Basten zet een punt achter een zin. Ja. En dat is sexy en daarom staat hij op de 2e plaats. Ja. En nummer 3? Een Duitser. Linda. Ja, het ligt gevoelig, maar ja. Toch echt zo. Kom, Linda. Jurgen Klinsmann. Jurgen Klinsmann op 3? Ja. Een Duitse voetballer, waarom doe je ons dat nou aan? Nou, omdat ik vind dat maar eens afgelopen moet zijn, het gezeur met Duitsland en Nederland en zo. Dat is voor mij heel vervelend. Oh. Als je ziet hoe onze Duitse medewerkers, hè, die lopen dan in de kantine, gaan ze lunchen en dan speelt Nederland tegen Duitsland. Ja? En wat die te horen krijgen over Duitsers, dat is gewoon gênant. Dat is echt erg. Het gaat dus om Nederland, zeg je? Mm-hmm. Daar gaat het om. Mm-hmm. Ja, dat vind ik heel moeilijk. Het is nu Tsjechië zonder Slowakije, dus... Ja, dat wordt al lastig dan. Maar je moet het niet onderschatten, hoor. Volgens mij heeft Nederland in 76 verloren van Tsjechoslowakije in de EK. Dat klopt, ja. En weet je de uitslag ook nog? 3-0. Ja, je zit er dichtbij. 3-1. 3-1. Ja, heel goed voor jou. Toen kreeg Cruijff een rode kaart. Oef, dat jij dat nog weet. Ik dacht Van Hanegem. Ik was 12. Ik dacht Van Hanegem. Oh, Van Hanegem. Van Hanegem kreeg een rode kaart. Oh, ik dacht Cruijff. Ja. Nee, maar goed, dat je dat dus weet. Ik denk dat Tsjechië eigenlijk een beetje onderschat wordt. Ja, dat denk ik ook. Dat denk ik ook. Dus als jij nou de prognose wil geven, als je even gewoon even recht in de lens wil kijken, mm-hmm. dan zeg jij gewoon, mijn prognose voor deze week luidt, mm-hmm. Nederland, Tsjechië en dan die verrassende uitslag van jou. Oké. Okay. Ja? Nou, kom op, dan gaan we hoor. Nou, mag die? Ja, kom maar. Mijn prognose voor deze week luidt, Nederland, Tsjechië, 3-2. Want de wens is de vader van de gedachte.